Gelukkig hebben we weer een koelkast voor de Koningsdag Essentials. Nou, proost. Op de koning. Koning. Stort de wc. Hoi jongens, wat gezellig dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Het is vandaag Koningsdag. Dat hoef ik ook bijna niet te zeggen met deze outfit. Maar we gaan gewoon klussen vandaag. Maar dan wel natuurlijk in het oranje. We gaan er een gezellig feestje van maken. We hebben oranje tompoes gekocht. We gaan oranje cocktails maken. Ja, nou dat. Ik ben heel benieuwd hoe jullie deze dag vieren zo. In coronatijd. Je kan natuurlijk niet zo heel erg veel. Het is ook wel echt jammer, vind ik. Normaal zitten wij altijd op de Vrijmarkt, hè Max? Dan gaan we echt heel vroeg op. Je moet hier in Groningen, als je hier op de single wil zitten, moet je er echt ook om 4:30 moet je er zijn. En het is wel altijd heel erg leuk. Dus ik vind het wel echt jammer dat dat nu niet kan. Het is natuurlijk ook echt een perfecte dag om een beetje van je oude speelgoed af te komen en zo. Dus dat stapelt zich ook nu maar op. Yay! Nou, ik ga jullie gezellig meenemen vandaag. Ik ga nog even snel het behang bestellen voor Siemse kamer. Het is een fotowall. En kijk nou hoe schattig. Een kleine babypinguïn. Die komt dan nou, dus... Nou, het is niet echt een kleine. En kijk, hij komt op de muur naast de deur. Als je binnenkomt. Hij is echt zo schattig. Hij wordt dan op maat gemaakt. Speciaal voor die muur. Dus we moeten even nu de maten in gaan voeren. Van fotowall. Nou, en ik hoop dat het een beetje dik behang is. Dat we het makkelijk op kunnen plakken. Hopelijk. Ja. Oh, er komt nog even een vette gadget hier uit een van mijn laadjes. Kijk, jij wou ook nog heel graag een hoedje. Maar deze is ook leuk. Het is een kroontje. Mm-hmm. Welke neem jij? De hoed of deze? Dan ga ik doe ik die andere. Oh, staat wel heel cool, Max. Doe ik het hoedje op? Nou, alleen nog mijn haarkammen. Oh ja. We zijn weer bij ons nieuwe huis. Kijk, de vlag hangt uit op de Martini-toren. En het zonnetje schijnt. Echt super lekker weer vandaag. Nou, jullie gaan lekker even naar oma. En ik ga klussen. En ik kom zo een tompoesje eten. Weet je wat we ook gaan doen? Bob uitlaten. Ja, Bob die moet even uit. Ja, Bob. Oké, tot zo. Gelukkig hebben we weer een koelkast voor de Koningsdag Essentials. En zal ik jullie meteen even het mooie nieuwe keukenblok laten zien. Kijk eens even. Wat chic. We hadden dus gelukkig afgelopen weekend hulp. Want ik denk niet dat we dit zelf in elkaar hadden kunnen zetten. Het is van IKEA. Kijk. Even zo, dan kunnen jullie het beter zien. Nou, echt heel mooi vind ik. En echt mega veel ruimte. Lekker hoge koelkast. En hier zit dus een vriezer. Met 4 laadjes. En een stoomoven. En dan nog heel veel kastjes. Dus... echt heel chill. Super blij mee hoe dat is geworden. En ik vind het ook echt leuk gewoon erbij staan. Ik ben blij dat we ook voor een afwijkende kleur zijn gegaan. Het staat wel heel mooi, denk ik. Straks ook met de houten vloer. Koffie? Koningsdag? Ja, heerlijk. Even hierbij komen van het klussen. Ja. Ik heb er alweer 2 uurtjes op zitten. Zo handig, hè? Even hier dichtbij. En ook even complimenten voor de outfit. Oh, dank je. Ja. Toch nog iets oranjes. Ik denk van, de jongens komen helemaal in het oranje bij me. Ik zal ook even me aanpassen. Nou, top hoor. Ja. Nog even een feestje van maken vandaag. Ja, dat is goed hoor. Nou, proost. Tussen het werk door. Op de koning. Op de koning. Oh, heel leuk. We hebben toch nog even een kleine sale gedaan hier. Ja, dat hoort je bij, hè? Koningsdag. Ja, en jij moet natuurlijk je schuur opruimen voor je verhuizing. Ja, ik wil het allemaal kwijt, dus ja. We hebben nog even een paar dingetjes. We hebben nog wel even leuk om dit even zo nog zo weg te doen, hè? Precies. Even wat op de Insta-story gezet. Ja. Nou, voor de liefhebbers. Ja. Ben benieuwd. Als decoratie natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. Het is inmiddels
inmiddels bijna 5:30. Ik ben echt toe aan een biertje. We hebben gewoon de hele middag doorgewerkt. Ik ben hier vooral aan het schilderen geweest. Max's kamertje is nu eigenlijk ook helemaal klaar. Deze muur die heb ik echt wel 4 keer moeten doen, want het groen kwam er steeds weer door. Ik moet zeggen, ik ben wel steeds beter geworden in het schilderen. Want ik ben een beetje ongeduldig, dus ik ging eerst echt gewoon dikke klodders en dan krijg je van die druipers natuurlijk. Dus dan werd mijn schilderwerk afgekeurd. Maar inmiddels weet ik dus, de geheime tip is gewoon meerdere dunne laagjes over elkaar. En dan wordt het hartstikke mooi. Dus ja, ik ben blij dat ik dit hier heb kunnen afronden. En ik heb beneden ook nog onze kledingkast een keer gedaan. Die heb ik helemaal wit gedaan, hoogglanswit. En is ook wel echt mooi geworden. Dus ik ben wel weer gevorderd en daarna heb ik beneden alles opgeruimd. Er stonden nog heel veel dozen van de IKEA keuken. Want morgen komt namelijk de aannemer voor de deuren achter. We krijgen dus 2 openslaande deuren en daklichten. Dus hij gaat aan de slag, dus dan moest alles natuurlijk opgeruimd zijn. En Joost is echt al de hele middag nog weer bezig in de badkamer. Die is aan het voegen. Ik zal jullie ook al eventjes nog laten zien hoe het daar gaat. Maar het wordt echt een ware wellness-tempel hoor, die badkamer. Echt, echt wel een projectje, maar het wordt echt heel erg mooi. Joost is aan het voegen. Ga je mij hier opsluiten? Ja, zeker een maand zitten voordat je net zoveel tijd gekocht hebt als ik. Nou, ik ga hier heel lang badderen. Ik moet nog wel eventjes de kranen en de douche vervangen. Want dat staat er nu een beetje jammer bij. Zij toch? Ja, ik vond eerst dat het wel zo kon blijven, maar nee. Beetje zonde, hè, van al je werk. Ik wou eigenlijk heel graag een nieuw toilet, maar dat was afgekeurd. Ja, maar ja, hij is nog stuk, dus misschien dat het wel zonder in. Nou ja. Ja, dat was wel even weer een wat jammer puntje, maar. Ja. Goedemorgen jongens, het is inmiddels woensdagochtend. We hadden gisteravond nog het concert van de streamers gekeken, was wel hartstikke leuk. Echt wel een beetje in feeststemming geraakt gisteravond. Maar nu ga ik zo even hardlopen. Ik heb net al even wat gewerkt, maar ik had mijn sportkleren alvast aangedaan. En gaan de jongens even mee op de fiets. Het is ook echt super lekker weer. Dus we gaan even lekker naar buiten. En dan zie ik jullie zo weer. Jullie er ook klaar voor? Jullie gaan mee fietsen. Dat doen we heel vaak. Dan ga ik hardlopen. Dan gaan zij fietsen. Oh nee, jij gaat naar je vriend, hè? Nou, Siem gaat met mij mee. En Max heeft zijn nieuwe shirtje aan. Van de Risha Shop. Staat super. Oh, wat een top weer, hè? De zonnebril kan op. Kijk. Ik ga hardlopen. En de jongens die gaan mij begeleiden op de fiets. Nou, ik kan ze al lang niet meer bijhouden. Ze fietsen zo hard. Behalve Siemse fiets. Die kan de jurk nog makkelijk bijhouden. Huh? Ik heb nog steeds grotere wielen dan jij, hoor. Weet ik. Wauw, moeten jullie eens kijken. Wat een mooie boom. Echt een prachtige bloesemboom. En ook een heel mooi gebouw. Op de achtergrond. Dus hier gaan we even een Insta-foto maken. Maar als je dan deze kant op kijkt, dan zie je gewoon een hele grote bouwput. Wow. Zo is het altijd, hè. Niets is wat het lijkt op Instagram. Zo is het een heel mooi plaatje. Ik ben even naar het nieuwe huis gegaan, want er is hier dus al heel veel gebeurd. Ik had jullie gisteren al verteld dat ze bezig zouden gaan met de deuren. En kijk eens, dit is gewoon in een dag gebeurd. Gewoon deze deur is dus vervangen. En er is hier dus gewoon een nieuwe deur gemaakt. Hier zat een raam. Oh, ik vind het echt heel cool. Echt heel chic zo. Maar dat is niet het enige, want hier hebben ze dus al de daklichten ook gemaakt. Je ziet het glas al op, zal zo ook eventjes boven laten zien hoe het er dan op het dakterras uitziet. Want hierboven zit dus het dakterras, hè? Nou ja, alles is nu natuurlijk eventjes dichtgetimmerd. Maar ik ben ook heel benieuwd of het nu ook extra licht is. Want wij komen nu echt uit een heel licht huis. Dus toen we hier voor het eerst waren, toen vonden we de kamer wel een beetje donker. Maar ik denk dat het nu wel echt veel lichter hierdoor is geworden. Vind je het cool zien? Ja. Het ziet er echt gewoon heel gaaf uit zo. Die deuren zijn ook echt heel mooi.
Oh, zo lekker. Als we dan ook met mooi weer, kun je zo lekker de deuren open. Dan schijnt de zon gewoon ook zo lekker naar binnen. Ik denk hier dat je hier dan echt heel lekker kan zitten. Ja, je ziet gewoon nu hier ook al wel dat hier natuurlijk gewoon extra licht is. Oeh, ik ben er blij mee. Dat ze echt in zo'n één dag zoveel kunnen doen, zeg. Ja. Zo echt top. En goed, dit moet dan nog helemaal mooi afgewerkt worden natuurlijk. En deze deuren, die moeten we dan nog schilderen. Wauw, zo ziet het er op het dakterras uit. Hallo jongens, het is inmiddels donderdag. Vanochtend hebben wij hier aan de tafel gewerkt. Ja. Siem heeft aan zijn presentatie gewerkt. Of zijn, hoe noem je dat? Spreekbeurt. Ja, dat was slachting. Een spreekbeurt, hij gaat een spreekbeurt houden. En ik heb eventjes gewerkt hier aan tafel. Maar nu moeten we dus weer naar Hornbach. Want ja, het is echt gebeurd. Oh, we moeten er heel erg om lachen, maar het is niet grappig. De wc is dus echt ingezakt. Ik kan het niet doen. Ik ga automatisch lachen. Echt een ik-vertrek-moment. Nee, volgens mij hadden we het er ook nog over toen ik de badkamer liet zien. Van dat ik eigenlijk graag een nieuw toilet wilde, omdat deze heel erg laag hangt. En toen zei Joost nog van, nou ja, hij lekt nu al. Misschien stort hij nog wel helemaal in. En dat is dus ook gewoon echt gebeurd. Maar gelukkig zijn zijn tegels niet kapot, want dat zou natuurlijk nog wel het allerergste geweest zijn. Maar de wc is dus wel kapot. Dus ja, we moeten even nieuwe wc's scoren. En we gaan nu op zoek naar een nieuw toilet. Ja. Een nieuw toilet voor dat huis. Ja, toilet shopping. Nou, dan hoor. Stinkt het een beetje, Max? Ja. Hier. Ik ga je snelden. Ingestorte wc. Ik ga flikken. Toilet inspiratie opdoen. Ik ga even wel op de wc. Wacht, daar zit een baby toilet. Nou, we hebben hem hoor. Dit gaat hem worden. Het is ook een wat hoger toilet. Dus ik ben er helemaal blij mee. Mooie pot. Wij zijn weer thuis. Wij komen net van de Hornbach. We hebben een wc geshopt. Ja, voor al zijn eerste keer. Maar ja, uiteindelijk hadden we maar een keuze uit één wc, want het was makkelijk. Want ik wilde graag een wat hogere wc. En er was toevallig één wc die was zeg maar net... Had een soort 5 centimeter verhoging. Dus we waren er snel uit. En ja, Joost is hem nu aan het installeren. Dus nou, hopelijk kunnen we jullie het volgende week het resultaat laten zien. Is de hele wellness tempel dan af? Of nou ja, bijna af. Nou, we gaan deze video afsluiten. Hoop dat jullie het weer leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En dan ben ik er maandag weer met een shoplog. En volgende week weer met een vlog. Tot dan!